Energie is een belangrijk thema voor onze samenleving. Zonne-energie is een van de meest primaire vormen van energie. Het is eigenlijk de enige vorm van energie die onze aarde bereikt. We kijken naar de zon met van hoe kunnen we dat zonlichtspectrum dat voor ons een gegeven is, hoe kunnen we dat zo slim mogelijk gebruiken om zoveel mogelijk van de energie die daarin zit om te zetten in bruikbare energie. Het onderzoeksgebied waar wij aan werken is organische elektronica en meer bijzonder plastic zonnecellen. Dat zijn zonnecellen gebaseerd op moleculaire materialen en proberen met die nieuwe materialen het zonlicht op te vangen en om te zetten in elektriciteit op zo'n efficiënt mogelijke manier. Er zijn in de wereld een heleboel soorten zonnecellen. De belangrijkste zonnecel die we allemaal kennen is de zonnecel die gemaakt is van silicium. Dat is bijna 90% van alle zonnecellen die er zijn. En dat is een fantastisch materiaal, dat werkt goed. Dat werkt ook efficiënt. Het nadeel is dat een vrij dikke laag nodig is om daar zonnecellen van te maken. En het nadeel is ook dat je het niet echt flexibel kunt maken. En dat kan met plastic zonnecellen allebei wel. De eerste toepassing waar je moet denken is een kleinere schaal. Waarbij je met name in wat dan heet building integrated, dus in een gebouw, in façade, in op het dak of in kleine applicaties die je met je meedraagt voor een mobiele telefoon of voor een tas of voor je laptop, om daar zonlicht in te vangen en om te zetten in elektriciteit. De uiteindelijke droom is dat grote delen van zonrijke gebieden vol liggen met plastic zonnecellen. Maar dat zal nog wel een tijd duren voordat dat zo is. Ik weet dat er in Nederland nog wel eens wat gedacht wordt over dat horizonvervuiling is. Maar ik denk van daar staat mooie energie gemaakt te worden. Dat is schoon, dat is helder, dat is fris. En ik vind het jammer dat in Nederland de hoeveelheid duurzame energie die geïnstalleerd is op dit moment eigenlijk achterloopt ten opzichte van bijna alle andere landen in Europa. Het is nu ook in dit stadium echt rendabel. Dus het is niet meer dat je dat grote subsidies zou vereisen. Dat is natuurlijk wel mooi om het aan te zetten en dat is misschien ook wel nodig. Maar het is zeker niet zo dat alternatieve energie, zoals wel eens gedacht, draait op subsidie. Dat is niet zo. Hij is heel betrokken met mijn project. Hij is altijd heel open als je met hem wil afspreken. Dan heeft hij altijd tijd of hij maakt tijd. En hij is ook best bescheiden, ook nu hij deze prijs heeft gewonnen. Ja, hij blijft ook een beetje zo van, ja, zo speciaal is het allemaal niet. Voorspellen van de toekomst is het moeilijkste wat er is en dat is niet mijn sterkste punt. Ik ga niet beweren dat de plastic zonnecellen nu de oplossing zullen zijn voor het energieprobleem. Maar ik denk dat alle nieuwe vormen van energie onderzocht moeten gaan worden om te kijken of ze dat kunnen zijn. Dat is een heel belangrijk probleem en dan moeten we alle soorten oplossingen die daarvoor mogelijk zijn, moeten we onderzoeken, denk ik.